komen hier op de plek van de begraafplaats, waarvan we dachten dat er 10 monniken lagen. Er is verder niks te zien. En tot onze grote verrassing kwamen we erachter dat er 63 mensen begraven lagen, hoofdzakelijk hier uit de buurt, uit Gaanderen. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Het was wel erg uniek. Die allereerst anoniem begraven lagen. En die mensen hebben wij nu een naam kunnen geven. Dit kerkhof behoorde bij de kerk van Tegun. Tegun was een boerderij en die kerk is daar na de reformatie gesticht. Omdat het voor de katholieken verboden was om te kerken. En dan kreeg je de schuilkerken of de schuurkerken. Nou, Tegun was zo'n plek, een boerderij. En op een gegeven moment wilden ze dus een begraafplaats hebben. Hij heeft dienst gedaan bij ons in de moestuin. Het was 55 meter lang en 25 meter diep. Er stond een beuk en haag omheen. Maar er is er nog één blijven staan en die staat er dan nog. Ik zou hier zelf ook wel begraven willen worden, maar voorlopig nog niet.